aflevering 6 van Doe Maar Gewoon. De cursus voor buitenlanders die Nederland beter willen leren begrijpen. Vandaag behandelen we het thema de grijze golf. Mocht u denken, wat zijn er veel ouderen in Nederland, dan heeft u dat goed gezien. Nederland telt ongeveer 3 miljoen 65-plussers. Over 10 jaar zijn het er 4 miljoen. Omdat ouderen niet hoeven te werken, komt mensen veel tegen. Bijvoorbeeld in overdekte winkelcentra of het openbaar vervoer. Nederland is goed ingericht op ouderen. Er is een speciale tv-zender voor ouderen met welgekozen programma's, zoals bijvoorbeeld Geheugentrainer en filmpjes die laten zien hoe slecht senioren het wel niet hebben in andere landen. En er zijn passende woonvormen. Het is namelijk niet gebruikelijk dat ouderen bij hun familie gaan wonen wanneer ze hulpbehoevend zijn. De familie is hiervoor veel te druk en Nederlanders zijn op hun privacy gesteld. We hebben daarvoor prachtige woonzorgcentra. In een woonzorgcentrum komen alle faciliteiten die de oude dag comfortabel maken samen. De kapsalon, kapsalon, een winkeltje met passende producten. Een recreatiezaal met spelletjes. Populaire spelletjes zijn bijvoorbeeld sjoelen of puzzelen of Rummy Cup. En ook de inwendige mens wordt 3 keer per dag uitstekend verzorgd. Dit zou de familie hen natuurlijk nooit kunnen bieden. Oh ja, trouwens, waar in andere landen ouderen worden gezien als wijs en geleerd door hun levenservaring, is dat in Nederland niet zo. Doorgaans worden ouderen hier niet om hun mening gevraagd. Het is daarom ook niet gebruikelijk dat u met uw probleem naar iemand toe gaat die op leeftijd is. Zo, mevrouw, meneer, wat een weertje, hè? Nou, heel erg. En gaat u zelf richting de 65? Dan hoeft u echt niet bang te zijn om met uw kwalen naar de huisarts te gaan. Het idee dat in het buitenland heerst dat u geëuthanaseerd wordt als u hier op leeftijd bent, is echt niet waar. Nederlandse ouderen zijn erg zelfstandig. Wees u niet verbaasd wanneer u bijvoorbeeld in het openbaar vervoer opstaat voor een oudere, dat deze dan zegt, blijft u maar zitten hoor, ik kan ook staan. De kans bestaat zelfs dat u iemand beledigt. Succes en tot de volgende keer.